Als het goed is. Duurt al wat eventjes. Ja. Die gaat nu beginnen. Goed. Ja, nogmaals welkom. Spreker van vandaag is Sunil Shuni. Iemand die op een heel mooie manier theorie en praktijk verbindt op het gebied van data en datakwaliteit. Hij is hoofd van de afdeling Statistische Informatievoorziening en Beleidsanalyse bij het WODC. Dat is het Kennisinstituut voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Daarnaast is hij lector Future Information and Communication Technologies aan de Hogeschool Rotterdam. Ja, en mijn vraag eigenlijk aan jou, Sunil, is: zie jij het belang van datakwaliteit veranderen? Ja, dankjewel Dennis en welkom iedereen. Het is toch nog altijd voor mij een beetje wennen om het virtueel te doen. Maar desalniettemin, ik vind het toch wel leuk om het te doen. Ja, om op jouw vraag te komen van ja, het belang van datakwaliteit. Ja, ik denk dat die belang van datakwaliteit steeds groter wordt. En dat heeft te maken met het feit, met de ontwikkelingen die er gaande zijn rondom big data, artificial intelligence enzovoort. De systemen worden steeds complexer. Kijk, wat er aan de hand is, is dat je heel vaak hebt, nou ja, we hebben heel veel data, we verzamelen die, we stoppen er in een systeem en daar laten we allerlei geavanceerde algoritmes op los, allerlei eigentijdsalgoritmes, en vervolgens komt er wat uit, dan komt er een resultaat uit. En de vraag is van, wat moet je met die resultaten? Nou, die resultaten wil je natuurlijk in de praktijk gaan implementeren. Je wil die resultaat toepassen. Maar om die resultaat goed te kunnen toepassen, moet je wel die verkregen resultaat zo adequaat mogelijk proberen te duiden. Want als je hem niet adequaat kunt duiden, dan kun je dus hele tegenovergestelde resultaten krijgen of effecten krijgen die je eigenlijk niet gewild hebt. Om een voorbeeld te geven. Even is een, nou ja, het is een heel oud voorbeeld, waarschijnlijk kennen jullie die ook al, maar desalniettemin, het illustreert dat natuurlijk wel heel goed, is dat we een tijdje terug in de Verenigde Koninkrijk hadden ze besloten om allerlei data met betrekking tot criminaliteit en gegevens over wijken te combineren. Nou, dat hebben ze gedaan en vervolgens hebben ze die informatie hebben ze geplot op een kaart. En daarbij stond bij van hoe een wijksamenstelling is, wat de criminaliteit is enzovoort. Nou, wat je kreeg, dat je in bepaalde wijken zag je de huizenprijzen heel erg omlaag gaan. Nou, en de vraag die je dan die je je moet stellen, is dat terecht? Hè? Kijk, wat je één ding weet je zeker, is dat die criminaliteitscijfers die je in het systeem gestopt hebt, dat zijn natuurlijk de geregistreerde criminaliteit. Dat is de criminaliteit die de politie ter oren en ter ogen is gekomen. Heel veel criminaliteit vindt er plaats, maar die de politie het opspoort. Hè? Als u iets gedaan heeft en de politie heeft u niet gepakt, dan gaat u niet naar de politie en zegt u van luister, ik heb dat en dat gedaan, maar jullie hebben dat niet gezien, ik meld het even voor de statistieken. Dat doet u niet. Dus wat je krijgt is een resultaat en bij zo'n resultaat is het heel erg belangrijk om te weten van nou, er is met data gewerkt, maar die data, dat is wel de geregistreerde criminaliteit, dat is een subset van die criminaliteit. En niet misschien wellicht waar de hele criminaliteit. En daardoor zal je bijvoorbeeld je resultaten veel beter op een andere manier moeten gaan interpreteren. Dat zie je ook bijvoorbeeld bij die toeslagenaffaire. Je kunt er allemaal dingen in stoppen en er komt wat uit. En er komt bijvoorbeeld een resultaat uit dat iemand, ik noem maar wat, hè, mannen met een bril of zo, die hebben 60% kans of misschien wel 80% kans om criminaliteit te plegen. Maar ja, je moet je afvragen, wat betekent dat 80%? Want we weten allemaal, mannen met een bril, 80% kans, dat is een statistische waarheid. En als we Dennis pakken, en Dennis is natuurlijk iemand met een bril, voldoet aan dat profiel, dan mag je niet automatisch de conclusie trekken dat Dennis 80% kans heeft om criminaliteit te plegen. Dus ook daar is het van, nou, wat we zien, die systemen worden complexer, we krijgen resultaten en die resultaten die worden ook complexer. En dat betekent dat je om die resultaten te duiden, ja, dan zal je toch wat meer je best moeten doen om dat goed te begrijpen en te interpreteren,
Dus je kunt het zeker niet meer zeggen, dit is de uitkomst van het systeem. En omdat het eruit komt, dan zal het waar zijn. Nee, je zal dat toch moeten gaan duiden. En wij hebben een redelijk groot onderzoek lopen. En in dat onderzoek kijken wij van, als die resultaten uitkomen, wat voor extra informatie heb je nodig om die resultaten, om de uitkomsten van dit soort complexe systemen adequaat te kunnen duiden. Nou, en vandaag ga ik me richten op datakwaliteit, want wij denken, of wij vermoeden, of de claim is, maar ik weet het bijna zeker, dat het heel erg belangrijk is dat je inzicht hebt wat de kwaliteit van die data is om je eindresultaat zo goed mogelijk te kunnen duiden en het uiteindelijk te kunnen interpreteren en te implementeren in de samenleving. Dus dat is het, maar er zijn ook een aantal andere elementen die ook belangrijk zijn om dat goed onder de knie te hebben om het eindresultaat zo goed mogelijk te interpreteren en te duiden. En het begrip kans is er één van. Maar daar zal ik vandaag niet op ingaan. Ik ga gewoon in op die datakwaliteit. Nou, en als er vragen zijn, dan hoor ik dat graag. Ik hou graag presentaties interactief. Maar dat kan nu even niet. Dus moet het op deze manier. Kunnen jullie de tweede slide zien? Ja? Oké. Okay. Wat ik vandaag ga doen, is in elk geval proberen een gevoel te krijgen van wat is die datakwaliteit. Want de praktijk is dat je met elkaar over datakwaliteit heel lang kunt praten, misschien wel uren. En aan het eind van het ritje heb je het over datakwaliteit gehad, maar heb je langs elkaar heen gepraat. Dat zie je heel vaak gebeuren, want iedereen denkt, nou ja, als we het over die datakwaliteit hebben, hebben we allemaal een beetje gevoel waar we het over hebben. En dan zit je met elkaar te praten en aan het eind van het liedje, nou ja, dan denk je dat je het met elkaar eens bent. En dan heb je over hele andere dingen gesproken, omdat jij een ander beeld hebt bij datakwaliteit dan ik bijvoorbeeld. Dus het is wel goed om eerst even goed te weten waar we het over hebben en wat dat begrip datakwaliteit is. Daarnaast zal ik aan een aantal voorbeelden laten zien dat bijvoorbeeld domeinkennis heel erg kan helpen om die datakwaliteit te verbeteren, om die, zeg maar, de kwaliteit van die data te verhogen. Die domeinkennis, nou ja, dat zegt het al, dat is voor iedere sector natuurlijk anders, dan heb je andere soorten kennis, maar dat domeinkennis, denk ik, onafhankelijk van welk sector je in zit, dat heel erg kan helpen om je kwaliteit te verbeteren. En dan, als dat zo is, als die claim waar is dat domeinkennis daarbij kan helpen, dan komt natuurlijk de volgende vraag, hoeveel krijg je die domeinkennis? En als je die domeinkennis verkregen hebt, ja, dan moet je dat wel eens implementeren in die systemen. Want als je dat niet kunt implementeren in die systemen, ja, dan heb je het ook allemaal voor niets gedaan. Dan vindt de kwaliteitsverhoging van die datakwaliteit niet plaats. Dus dat is een beetje de outline van mijn presentatie vandaag. Nou, kijk, als we het over datakwaliteit hebben, dan als je kijkt naar de literatuur, dan vind je ontzettend veel definities. Hè? Er is niet één breed geaccepteerde definitie van datakwaliteit. En die definities variëren van hele enge definities tot hele brede definities, veel omvattende definities. Hè? Een hele enge definitie is bijvoorbeeld als je een database hebt, en dan denk ik bijvoorbeeld aan een relationeel database, dan zou je kunnen zeggen van, nou, die bestaat uit allerlei velden. Een definitie van datakwaliteit zou kunnen zijn, de kwaliteit is goed als alle velden ingevuld zijn. Hè? Als niet alle velden ingevuld zijn, nou, dan is de kwaliteit minder. Nou, dat is een hele enge definitie. Een hele brede definitie is dat je zegt van, nou, die data moet een zekere fenomeen in onze echte wereld representeren. Dus het moet een fenomeen representeren vanuit onze wereld. Nou, dan komt gelijk de vraag op, ja, in welk detail moet je die fenomeen presenteren? Hè? Kijk, bij deze symposium, lezing, nou, heeft Dennis jullie allemaal een aantal vragen gesteld. Van welke, hoe ben je achter deze lezing gekomen? Wat is je achtergrond? Misschien je naam, waar je woont, enzovoort. Dus, maar dat is niet alles wat je over jezelf kan vertellen. Je kunt ook zeggen van, nou ja, maar ik heb een bril, ik heb ook een groene trui, ik heb een das aan. Dat doen we niet. Dus we zeggen van, oké, het representeert iets. Hè, die informatie die Dennis verzameld heeft, representeert
iets van, van deze lezing, maar ook niet alles. Het is, hè, want we kunnen niet in alle details alles opslaan. Dus dat laatste zie je, dat hele brede definitie van het moet iets van de werkelijkheid representeren, het moet het fenomeen in die werkelijkheid representeren. Ja, dat roept vragen op welk detailniveau en op welk abstractieniveau. Een andere definitie van datakwaliteit is dat het geschikt moet zijn voor gebruik. Dat is ook een hele subjectieve, ja, want wat is geschikt voor het gebruik? Voor de ene is het misschien wel geschikt, voor de ene applicatie wel, voor de andere niet, enzovoort. Dus wat je ziet als je het over datakwaliteit hebt, als je dat wil definiëren, is dat heel moeilijk te grijpen. Wat je wel kunt zeggen, het is een vrij brede notie. Er zit een subjectiviteit in verborgen, hè? Geschikt voor gebruik, ja, door wie geschikt, voor wie geschikt, voor welk gebruik. Maar bovenal, en als je dat wil operationaliseren, dan is het vaak context en een applicatie afhankelijk. Dus als je zulke brede definities hebt, dan moet je er, om het hanteerbaar te maken, ja, dan is het eerste wat je doet, dat je het gaat operationaliseren. En dat is dus ook in de literatuur gebeurd. Van nou ja, goed, we hebben datakwaliteit, we hebben er gevoel voor. Er zijn verschillende definities voor mogelijk. Maar we gaan het operationaliseren om er iets van te begrijpen. En als je het operationaliseert, dan zie je dat je heel veel dimensies kunt onderscheiden. Een aantal van die dimensies die zijn redelijk objectief te meten. Een aantal is ontzettend subjectief. Bijvoorbeeld de eerste vier dimensie, compleetheid, timeliness, accuracy, nou ja, die zijn nog redelijk objectief te meten. Die kun je met een zekere mate van objectiviteit assessen. Maar als het gaat om bruikbaarheid, relevantie, begrijpbaarheid, hè, we zeggen die datakwaliteit is vele malen hoger als het begrijpbaar is, als we het snappen, dan dat we het niet snappen. Nou ja, daar zijn we het wel mee eens, maar begrijpbaar voor wie? Dat is natuurlijk ook wel weer subjectief. En wanneer is het begrijpbaar? En wanneer is die relevant? Nou, ik zal een aantal van die dimensies met u bespreken. En ook laten zien dat het wel een zekere, waardevolle betekenis dan wel toepassing heeft voor de praktijk. Het is niet alleen maar een theoretische exercitie. Het is wel een theoretische exercitie, maar ik hoop dat ik in elk geval over kan brengen dat je het ook wel herkent in de praktijk en dat je het in de praktijk wel wat mee kunt. In elk geval, het helpt je wel om die kwaliteit, iets met die kwaliteit te doen, te managen, dan wel te verbeteren. Nou, als je nou bijvoorbeeld naar zo'n definitie van compleetheid kijkt, als je dat wil gaan operationaliseren, nou, dan is het weer van, nou ja, wat hebben we in onze wereld gaande? We bouwen allemaal informatiesystemen. En wat is een informatiesysteem? Nou ja, een informatiesysteem, dat is een model. En dat model, dat is een afbeelding van onze werkelijkheid. En dat is eigenlijk wat een informatiesysteem is. En waarom bouwen wij die informatiesystemen? Nou, wij bouwen die informatiesystemen omdat we met die modellen onze werkelijkheid beter kan sturen. Hè? Bijvoorbeeld als je warenhuizen hebt, dan wil je de voorraad beheren. Nou, dan heb je allerlei een magazijn met allemaal spullen in de voorraad. Nou, om goed te kunnen beheren, bouw je daar bovenop een soort van een informatiesysteem waarbij je bijhoudt welke spullen wel verkocht worden, hoeveel de spullen ingekocht zijn, hoeveel verkocht zijn, enzovoort. En die informatiesysteem die gebruik je bijvoorbeeld op het moment dat we te weinig in voorraad hebben, dan kunnen we een bestelling doen. Dus een informatiesysteem is een deel van die werkelijkheid. Nou, dan is er een verband tussen die informatiesystemen en die werkelijkheid. Bijvoorbeeld, je hebt op dat eerste plaatje zie je dan een correcte definitie van compleetheid. Je hebt een aantal informatiesystemen en die hebben een directe relatie met een fenomeen in die werkelijkheid. Bijvoorbeeld de laatste twee informatiesystemen, die kunnen best wel gaan. Dan heb je twee modellen of twee informatiesystemen. Dat zijn modellen, twee modellen die hetzelfde fenomeen beschrijven. Nou, dat is prima, daar is een link tussen. Op het moment dat je een informatiesysteem hebt die een relatie heeft met twee verschillende fenomenen, ja, dan treedt er ambiguïteit in. Dat is dus een ambiguë informatiesysteem. Daarbij zeggen wij dat die kwaliteit van die data dan niet zo best is als dat het geval is. Verder heb je incompleetheid.
En incompleetheid wil zeggen, nou ja, het voorbeeld die ik al gaf. Stel dat wij allerlei informatie over deze lezing verzamelen. Naam, adres, woonplaats enzovoort. En op het moment dat wij niks over brillen opslaan. Maar we willen wel allerlei vragen stellen van wie heeft het meest hippe bril in deze bijeenkomst. Of hoeveel mensen hebben een bril op. Ja, die informatie hebben wij niet. Dus die kunnen wij niet die vraag kunnen wij niet beantwoorden. Dus is mijn informatiesysteem of mijn model incompleet. Dus dan hebben we die incompleetheid. En het laatste, wel, dat is wel een hele interessante zo langzamerhand, is natuurlijk dat je informatiesystemen hebt die eigenlijk geen enkele relatie hebben met die werkelijkheid. Dat is de meaningless. En in de jaren 60 hebben we als dat al gedefinieerd. Eigenlijk is dat niet goed. Dat is niet goed voor je datakwaliteit. Maar wat je heden ten dagen ziet, is eigenlijk dat we heel veel van dit soort systemen hebben. Ik heb daar zelf al heel lang geleden een term aan toegekend. Ik noem dat gewoon de systeemwerkelijkheid. Er is een systeemwerkelijkheid waarbij je allerlei informatie hebt in systemen, maar die hebben geen link met de echte werkelijkheid. Maar we hechten er ontzettend veel waarde aan die systeemwerkelijkheid. En dat heb je ook gezien bij zo'n toeslagenaffaire. Dan doen we allemaal informatie erin en dan trekken we allemaal conclusie. En dan zeggen we, Pietersen is een fraudeur. Maar Pietersen was geen fraudeur. Dat is volgens de systeemwerkelijkheid, volgens de informatie die wij in de systemen hebben, zou het gerechtigd zijn om die conclusies te trekken. Maar als we dat leggen met de echte werkelijkheid, dan zien we dat die er niet bestaat. Dus die systeemwerkelijkheid waarvan wij al in de jaren 60 zeiden dat dat meaningless is, dat moet je niet doen. Dat is een funes voor je kwaliteit. En wat zie je heden ten dagen? Dat wij een hele grote systeemwerkelijkheid aan het creëren zijn. En dat de afstand tussen de systeemwerkelijkheid en de echte werkelijkheid op den duur heel groot is. Ik bedoel, er zijn heel veel gevallen bekend, hè, waarbij mensen naar instanties toe gaan en zeggen, dit is niet waar wat u over mij beweert. En mensen kijken weer in de systemen en die zeggen, nou, het is wel waar, want het staat in het systeem. Dus zal het wel waar zijn. In plaats van dat je gaat kijken van, nou ja, zo iemand zegt dat, want het kan wel eens te maken hebben met dat het een systeemwerkelijkheid, dat het geen relatie heeft met die echte werkelijkheid. Maar dat doen we steeds minder. Nou, hebben we er in de praktijk ook mee te maken? Ja, we hebben er in de praktijk ook mee te maken. Kijk, als je verder operationaliseert van die compleetheid, dan kun je zeggen van, luister, ik ga bijvoorbeeld meten, want dat schijnt de theorie, als je een database hebt, dan zou je eigenlijk alle velden ingevuld moeten hebben. Nou, dat is volgens de theorie. Als je de papers van COT en de DATE bestudeert, dat was de eerste papers en over database systemen. En dan heb ik het over relationele database systemen, relationele database systemen. Dan is eigenlijk een vereiste dat je alle waardes, alle velden ingevuld moet hebben. Nou, wat doen wij in de praktijk? Nou, als we het niet weten, laten we het open. Dus we hebben allemaal databases waarbij heel veel velden zijn ingevuld, maar heel veel velden niet. En dat noemen wij nul values. En wij staan eigenlijk nooit bij stil wat het effect van die nul values kan zijn. Maar soms heeft die nul values een ontzettende groot effect. Dus als je inzicht hebt in die nul values, heb je inzicht in die datakwaliteit. En dan kun je je resultaten ook beter interpreteren en beter duiden. Nou, om een voorbeeld te geven. Stel dat we een database hebben met allemaal mensen. En daarvan slaan we op een tuple identifier. Dat is een attribuut die het systeem toegent aan een tuple, aan een entiteit, aan een persoon. We slaan de leeftijd op. We slaan het geslacht op. De categorie in welke auto die rijdt. De prijs en nog wat meer van die dingen. Nou. En we zetten er ook een database constraint op. Van weet je, het aantal mensen in mijn database. Dat bestaat uit het aantal mannen en het aantal vrouwen. Nou, dat lijkt op zich een redelijke regel, een redelijke constraint die je op je database kunt zetten. Nou kun je een vraag hebben van geef me het aantal personen in mijn database. Hoeveel personen heb ik nou in mijn database? Nou, dan heeft zo'n optimizer van zo'n database systeem twee keuzes. En een optimizer is eigenlijk een component van een database systeem. Als je bijvoorbeeld een vraag stelt aan een database systeem, aan Oracle of RDB,
Dan wordt dat vraag eerst, gaat de optimizer kijken, wat is de meest handige manier om die vraag te beantwoorden, het meest efficiënte en het meest effectieve manier om die vraag te beantwoorden. En dan gaat hij kijken van wat voor keuzes heb ik allemaal om die vraag te beantwoorden. Nou, in dit simpele voorbeeld zou die optimizer, heeft hij twee keuzes. Bijvoorbeeld, hij kan bijvoorbeeld het aantal tuple identifiers tellen, dat zijn die in het dit, want die zijn die nu, ieder persoon heeft maar één en een tuple identifier. Of hij kan die aan een database constraint toepassen. Nou, stel als hij die count gaat doen over die tuple identifiers, dan geeft hij als resultaat 5, want er zijn 5 tuple identifiers, dus we hebben 5 personen. Maar als hij die database constraint gaat toepassen, dan telt hij het aantal mannen en vrouwen en dan kom je op een antwoord 4 uit. Want 1 waarde is niet ingevuld. Nou, stel dat hij de methode van die tuple identifiers toe gaat passen. Nou, dan krijg je als antwoord 5. Nou, dat klopt ook wel. Maar stel dat je iemand anders hebt die zegt van oké, en splits het antwoord nu uit naar mannen en vrouwen. Dan ziet hij ook 3 mannen en 1 vrouw. Nou, waar is die andere persoon gebleven dan? Nou, dit soort resultaten, zeker met niet-informatici, kan tot hele, nou ja, leuke, slechts vervelende situaties leiden. Ik heb dit echt eens een keer gehad, ook bij het ministerie in zo'n stuurgroep. Het eerste reactie was, ja, de software is fout. Er zit een fout in de software. Dus iedereen is... Nou, als je erachter komt dat er geen fout in de software is, dan, nou ja, met sociologen is het altijd heel interessant. Die gaan zoeken naar die ene persoon. Oh, die zal wel gevlucht zijn. Daar zal het wel mee te maken hebben, dat die persoon gevlucht is. Terwijl je eigenlijk heel snel als je weet dat het met die nul value te maken heeft, kun je dat heel, heel goed uitleggen. Maar dan moet je wel iets van die datakwaliteit weten. Je moet weten dat er zoveel nul values zijn en je moet weten dat het daarmee te maken heeft. Als je dat niet weet, nou, dan krijg je dit soort discussie, dan kun je er uren naar je software gaan lopen staren. Ja, dat ga je niet helpen, want er zit geen fout in die software. En of die een gedetineerde gevlucht is of niet, ja, dat gaat ook niet helpen. Dat, snap je, dat zegt het systeem niets over. Dus inzicht in dit soort situaties, inzicht in dit soort compleetheidsaspecten en nul value kan helpen om je resultaat beter te duiden. Nou, dus dat is één dimensie. Dus die kun je meten bijvoorbeeld en die kun je heel objectief meten door in je database te kijken van hoeveel nul values heb ik? Hoe meer nul values er zijn, hoe slechter de kwaliteit is meestal. Nou, dat is dus één dimensie. Een andere dimensie is dat die timeliness. Hè, dat je kan zeggen van, nou ja, weet je, als er iets in die werkelijkheid plaatsvindt, dan moet ik die zo snel mogelijk in mijn informatiesysteem inbrengen. Want als ik die niet in mijn informatiesysteem inbreng, ja, dan heb ik weer een gap. Dus dat is een indicator. Maar je kunt ook zeggen, bijvoorbeeld in je databases kun je ook aangeven wat de geldigheid is van van de waarde van een attribuut. Dat die waarde misschien maar beperkt geldig is. Dus timeliness is ook een indicator voor hoe goed je database in elkaar zit. Nou, om ook hiervan een voorbeeldje te geven. Kijk, ja, en die timeliness is ook wel lastig. Want het is lastig in die zin onze wereld niet statisch is. Die is continu aan verandering onderhevig. En in het gebied waar ik werk, op het gebied van justitie en veiligheid, ja, daar worden continu wetten gemaakt. En die wetten die veranderen in de loop der tijd, want je kunt niet zeggen, we hebben een wet en die is voor de eeuwigheid geldig. Nee, er vinden allerlei aanpassingen enzovoort. Dus er vindt allerlei dingen plaats. En eigenlijk moet je die verandering zo goed mogelijk invoeren in je systeem. Anders heb je weer een gap tussen wat in die werkelijkheid gebeurt en wat er in je systemen staat. Om een voorbeeld te geven, stel dat wij een database systeem hebben en in die database hebben we opgeslagen de geboorteplaats van mensen. Nou, die geboorteplaats van mensen, dat is een land. Stel dat we dat hebben opgeslagen in welk land iemand is geboren. Nou, dan kan er best in je systemen staan dat iemand geboren is in de Unie der Sovjet-Republieken of in Rhodesië. Dat kan allemaal. Alleen, en op het moment dat die naam van het land werd ingevoerd,
Toen was het correct. Maar heden ten dagen bestaat de USSR niet. Bestaan landen als Rhodesië niet. Dus als je dat niet aanpast in je systemen, ja, dan heb je met een werkelijkheid te maken die vroeger misschien wel correct was, maar vandaag de dag niet meer bestaat. En als je dus allerlei vragen gaat stellen, hoeveel mensen woonden er in Rusland? Ja, ja, dan telt USSR misschien niet mee of juist wel. Ik weet het niet hoe dat opgelost is. Dus wat je ziet is die datakwaliteit, als het één keer goed is en op orde is, wil dat niet zeggen dat het op orde blijft. Want wat je ziet, toen die dingen werden ingevuld, toen was de datakwaliteit prima op orde. Maar in de loop der tijd, we hebben niks veranderd, maar dan zie je wel dat die kwaliteit degradeert, omdat we geen aanpassingen hebben aangebracht. Ja, ik kan niet zeggen, als er vragen zijn, moet u dat gelijk stellen, want dat is het nadeel van dit soort meetings. Maar in elk geval, als u vragen of reserveringen hebt, dan moet u dus vooral in de chat stellen en dan komen we erop terug. En Dennis weet precies hoe we op die vragen terugkomen. Nou, verder heb je natuurlijk ook allerlei dimensie, accuracy en consistencies. Hè? Ook daarvoor geldt, kijk, en wat meet accuracy? Accuracy meet, nou ja, hoe ver je afstaat van een bepaalde waarde. Bijvoorbeeld stel dat de naam van iemand in een database John moet zijn. En nou ja, er is maar één letter verwisseld, John, die O en die U is verwisseld. En stel dat we op basis van allerlei informatie snel kunnen achterhalen dat die U een O moet zijn. Nou ja, dan is het ook zo van, weet je, het is een, op zich wel een redelijk een, nauwkeurig. Dus dat is er één. Dan heb je natuurlijk die integriteitsregels. Want consistentie, ja, je zegt van die datakwaliteit is goed op het moment dat mijn data ook enige consistentie is. Dat die data consistent is en dat we niet inconsistente data hebben. Nou, en die consistenties, die bereiken wij door allerlei integriteitsregels te definiëren op onze database. Bijvoorbeeld een integriteitsregel kan zijn dat je alleen de waarde, als je de waarde getrouwd hebt in een database, ja, dan moet die leeftijd groter dan 16 zijn. Want je kunt bijvoorbeeld, hè, stel dat je niet mag trouwen onder de 16, nou, dan moet je zo'n integriteitsregel definiëren. En dan, als je in je systeem iemand hebt die niet, die 14 is en die is getrouwd, ja, dan is er iets geks aan de hand. En dan zeg je, die kwaliteit van je data is ook niet goed, omdat je niet voldoet aan die integriteitsregel. Daarnaast hebben we bijvoorbeeld ook heel veel integrity constraints, hè, integriteitsconstraints. En eigenlijk daarvoor geldt het, als je een mooie database management systeem hebt, een relationele database management systeem, dan krijg je die vaak cadeau als je die integriteitsregel definieert. Alleen ook in de praktijk, die definiëren we niet op een of andere manier. En in legacy systemen, die ik heel vaak zie, ja, dan is er nauwelijks sprake van goed gedefinieerde integriteitsregel. Omdat, ja, dat gebeurt nou eenmaal niet. En waarom dat niet gebeurt, dat is haastigheid of je wil net een uitzondering wel in je systeem vastleggen enzovoort. En wat waren die integriteitsregels nou ook alweer? Nou, stel dat jij een leverancier hebt. En die leverancier die levert allerlei producten. Hè. Je hebt in dit voorbeeld, je hebt die leverancier een S20 en S26 en S35. En die leveranciers die leveren een aantal producten. Bijvoorbeeld stoelen, jurken, tafels, lampen enzovoort. En daarnaast hebben we een tabel welke onderdelen levert een leverancier. Bijvoorbeeld S20 die levert jurken. En S26 die levert een cyber, wat levert S26, product B10, die levert ook een jurk, enzovoort. Dus in dat deliver tabel staat welke producten door welke leveranciers geleverd worden. Nou, stel dat je op het moment hebt, je wilt in je database een nieuwe leverancier inbrengen, in de deliver tabel, dat bijvoorbeeld S30 product P4 levert. Nou, dan schend je de integriteitsregel, omdat zo'n S30 niet in je supplier-tabel voorkomt. Dus die S30 bestaat niet. Dus die zal ook nooit een product kunnen leveren. Dus dan zegt het systeem, die insert S30 P4, dat gaat niet door, want dat is in strijd met mijn integriteitsregel. Met mijn referentiële integriteitsregel, om precies te zijn. Maar ook als je bijvoorbeeld wil zeggen, een verwijder, een leverancier S35.
Ja, dan gaat het systeem ook zeggen, dat kun je niet doen, want we kunnen S35 niet verwijderen, omdat in onze delivertabel S35 nog steeds producten leveren. Dus zolang die niet verwijderd is, kunnen we S35 niet verwijderen. Dat zijn dus allemaal integriteitsregels die je in je systeem eigenlijk heel makkelijk met behulp van primary foreign keys kunt implementeren, maar toch zie je dat dat zo heel vaak niet gebeurt. Maar op het moment, als dit soort dingen goed geïmplementeerd zijn, die primary foreign key relaties en dit soort dingen niet kunnen, omdat ze goed gedefinieerd zijn, ja, dan zeggen we onze data kwaliteit is beter. Ons data is beter. Het helpt om die kwaliteit te vergroten, te verhogen. Nou. Wat je ziet, nou, dit zijn enkele voorbeelden van, dimensies die je wel netjes een objectief kunt assessen, kunt meten. En wat ik al zei, er zijn een heleboel die wat subjectiever van aard was. Hè? Dat is bijvoorbeeld die bruikbaarheid, die relevantie, die understandability, die presentatie, dat kort en bondig presenteren enzovoort. Die zijn wat subjectiever en daar zijn natuurlijk ook allerlei manieren voor om die te meten. Hè? Daar kun je bijvoorbeeld allerlei interviews doen en vragen van mensen wat vinden en kijken hoe ze in applicaties gebruikt worden enzovoort. Dus als je dan toch iets met datakwaliteit binnen een organisatie moet doen, ja, dan zal je toch moeten kijken van wat jouw veld precies is, in welk gebied werk je precies. En in dat gebied zou je moeten kijken van welke dimensies voor ons heel belangrijk zijn. Is bijvoorbeeld die compleetheid dimensies heel belangrijk, of juist die timeliness dimensie, of die accuracy dimensie, of die consistentie dimensie. Welke dimensies zijn voor ons vakgebied of onze applicatie heel belangrijk? Nou, op het moment dat je dat hebt vastgesteld, dan kun je gaan kijken hoe score je op die dimensies. En daarbij kun je onderscheid maken tussen de objectieve dimensies en de subjectieve dimensies. En op het moment dat je score hebt, hè, dan kun je die natuurlijk plotten in een kwadrant. Als je zegt van, nou ja, we hebben de dimensies gekozen en we hebben een objective assessment gedaan over die dimensies, dat scoort goed. En we hebben ook nog eens een subjectief assessment gedaan voor de dimensies die relevant zijn voor mijn datakwaliteit definitie, dat scoort ook goed. Nou, dan heb je een indicatie dat je goed zit. Nou, score je op die ene dimensie wel goed en op de andere minder, nou ja, dan weet je waar allerlei verbeteringacties nodig zijn. Dus dat is een beetje hoe je met datakwaliteit om kunt gaan. Oké. Zijn er nu vragen of zal ik gewoon doorgaan, Dennis? Ja, ligt eraan. Ik ben benieuwd naar de reacties op dit moment. Of inderdaad er vragen zijn op dit moment. Dan kunnen we die even behandelen. Ik heb via de chat geen vragen. Maar mocht je een vraag hebben nu, dan zet even je microfoon open en stel hem, zou ik zeggen. Sorry, duurde even voordat ik alles aan de praat had. Arjan, hoi. Ga je gang. Ik heb een vraag. Een paar keer in het verhaal hoorde ik je aangeven, dit geldt voor relationele databases. Ik heb ook nog in het ver verleden Oracle DBA geweest, dus dat spreekt me natuurlijk onmiddellijk aan. Maar ik vraag me inderdaad af, hoe zit dat met niet-relationele databases en met het hippe woord dat nu overal speelt, hyperledgers en dat soort zaken. Hoe zie je daar de datakwaliteit of moet je die anders meten? Hoe zit het in dat vlak? Ja, nou ja, kijk, ik geef de voorbeelden inderdaad, die hebben heel erg betrekking op relationele databases. Maar natuurlijk gelden die ook voor andere type databases. Kijk, en de meeste databases waar wij nu mee werken, die zijn natuurlijk wel een beetje een variant van die relationele databases. Maar als je kijkt naar die oudere type databases, die inderdaad, daar heeft u gelijk in, dat, die zijn er nog heel veel bij organisaties te vinden, dan zijn die netwerkdatabases en die hiërarchische databases. Ja, daar kun je dit soort dingen tot op zekere hoogte toepassen. Maar bijvoorbeeld, kijk, bij zo'n relationele databases, dan heb je mooi die integriteitsconstraints, die kun je definiëren. Maar dat kan bijvoorbeeld niet op zo'n hiërarchische database. En een netwerkdatabase,
Nou ja, ik heb er vroeger wel eens mee gewerkt. Dat is helemaal rampzalig door al die pointers te lopen. Dus vandaar dat ik mijn voorbeelden heel erg toespits op die relationele databases. Maar in principe zou je ze ook kunnen toepassen op andere type databases. Maar dan moet je ze wel een beetje weer op maat gaan snijden. Ja? Dankjewel. Oké. Nog, als er geen andere vragen zijn, dan ga ik even verder met het wat meer praktische deel. Ik zie dat er in de chat nog een vraag is gesteld door Lydia. Okay. Aha. Even kijken, ik ben veel situaties tegengekomen waarin de ingebouwde boorvoorzieningen... Voorzieningen voor referentiële integriteit van relationele databases niet gebruikt werden. Als reden daarvoor werd dan aangegeven dat dit duur is. In hoeverre is dat een valide argument? Nou, kijk, ik weet niet duur in welke zin. Kijk, ik weet niet of het heel erg duur is. Kijk, als je naar die relationele databases kijkt, dan zijn natuurlijk de join operaties het duurste. Dus er vindt wel in die zin wel een join plaats. Maar goed, aan de andere kant, dat doet het systeem doet het. Mijn ervaring is heel vaak dat men die referentiële integriteit en dingen niet toepast. Omdat wel toch op een of andere manier men allerlei uitzonderingssituaties erin wil brengen. Snap je? We moeten dat toch even opslaan. Dus dat, en men zegt van oké, want het gaat heel erg met die primary foreign keys. Hè, dat je inderdaad moet zeggen dat het een key is. En soms is het inderdaad zo van dat men zegt, ja, weet je, het is toch even handig dat we toch dezelfde sleutel gebruiken. Dat we dat niet een unieke sleutel gaan nemen. Dus het is vaak in het ontwerp is het misschien wel goed. En in de loop der praktijk wordt dat minder gehandhaafd. Omdat men toch allerlei uitzonderingen wil inbrengen. En dan zie je dat die integriteitsregel teniet worden gedaan. Dus ja. Ik weet niet in welk zin het duur hoor. In geld of in CPU-tijd of in een memory. Maar dat disk en memory, CPU en memory is nu geen issue meer. Want ze zijn nu zo snel geworden, die systemen. Toen ik nog mijn promotieonderzoek deed op dit vlak. Toen was inderdaad bijvoorbeeld een geheugen. En dan meer het primaire geheugen, die diskaccessen, die duurde heel lang. Dus in die zin, ja, dan kon ik me voorstellen dat je snel dingen wou hebben. En dan was het aan zo'n diskaccess duurde relatief lang en daardoor was het duur. Oké? Goed, dan gaan wij, als er verder geen vragen zijn, naar die datakwaliteit weer. Kijk. Nog één opmerking, die is van Rogier. Die zegt, daarnaast hebben veel moderne cloud analytische databases geen enforced primary of foreign keys. Ja, nee, dat klopt. Dat is inderdaad wat je ziet. Dat is inderdaad iets wat heel erg belangrijk is. Als je nu kijkt naar die ontwikkelingen van dit soort systemen, waar we heel streng met die theorie zijn begonnen altijd, laten we die theorie steeds meer los, omdat we veel meer willen bewerkstelligen. En dat is allemaal prima, maar je moet je wel realiseren door die theorie of die dingen weg te laten, introduceer je wel een aantal challenges. En die moet je dus op een andere manier gaan oplossen. Dus dat is helemaal waar. Hè? Want ik geef ook altijd wel eens een gekscherend voorbeeld. Als je alles in assembler doet, dan is het wereld veel makkelijker, want dan mag je alles. Maar we hebben niet voor niets allemaal lagen gebouwd op die assembler. Dat is om dingen makkelijker te maken, maar ook allerlei zaken tegen te gaan. Omdat je behoed je om ook allerlei fouten te maken of allerlei onwenselijke dingen te doen. Dus het is, en dat is een beetje wat er nu gebeurt in die onderzoekswereld. We zien ook in die databasewereld, we laten steeds meer de theorie los. Dus er mag steeds meer. Je hoeft niet per se een referentiële integriteit te handhaven. Of je hoeft niet per se alles in te vullen. Hè? Je mag met nul values werken. Je mag een veld openlaten. Maar realiseer je wel
dat je daar goed van bewust bent en dat de consequenties dit soort dingen kunnen zijn. Ja. Dat je bijvoorbeeld leveranciers hebben die niet bestaan, maar die wel dingen leveren. Dus allerlei spoken leveranciers kunnen hebben. Dus dat moet je dan op een andere manier oplossen. Maar dat is helemaal waar. We laten steeds meer wat los van die theorie. Sunil, ik ben nu wel heel benieuwd naar hoe je dan de verschillen ziet bij jouw activiteiten rondom WODC en je studenten. Wat leer je ze? Leer ze heel wat anders dan wat je bij WODC tegenkomt? Of is dat te zwart-wit? Maar wat je studenten leert, ik denk dat het heel belangrijk is dat je studenten wel de theorie leert. En dat je studenten leert, maar als je dat loslaat, en dat mag, in sommige situaties is dat zo, maar realiseer je wel dat je dit introduceert en dat je dit een probleem wordt voor je applicatie, dat je dat op een andere manier moet gaan oplossen. En dat is eigenlijk de manier waarop je waar wij studenten in opleiden. Wij zeggen niet meer, kijk, misschien in de jaren 90 zou ik altijd examens, opgaven geven waarbij alle velden precies goed ingevuld zijn. En tegenwoordig laat je er een paar weg en dan zeg je oké, maar wat is de consequentie als het niet ingevuld is? En hoe zou je dat dan kunnen oplossen? Ja, mooi. Dankjewel. Oké. Nou, kijk, en als we dan over die datakwaliteit hebben, dan ik heb hem nu heel erg benaderd kolomgewijs, hè, die dimensies enzovoort. Maar je kunt ook die datakwaliteit heel anders benaderen, namelijk veel meer een horizontaal. En als je die datakwaliteit vanuit een horizontale perspectief kijkt, dan kun je eigenlijk drie niveaus onderscheiden. Het syntactische niveau, het semantische niveau en het pragmatische niveau. En over dat pragmatische niveau ga ik niet al te veel zeggen, wel wat over dat syntactische en het semantische niveau. Maar dat pragmatische niveau is heel erg van, dat is ook een hele subjectieve gebeuren, waarbij je zegt, hier heb ik een dataset en ik ga kijken van hoe kan ik die dataset gebruiken. Is die dataset geschikt om het voor een toepassing te gebruiken of niet? Hè? Stel dat je een dataset hebt die eigenlijk heel goed is voor allerlei statistische vragen te beantwoorden, maar bijvoorbeeld voor de opsporing, waar het gaat om een individu, ja, dan zou zo'n dataset minder geschikt zijn om die te gebruiken. Hè? Dus dat zijn dingen, want dat is een pragmatische niveau is van oké, ik heb een dataset, is het geschikt om voor een bepaalde toepassing te gebruiken? En dan moet je meenemen, wat wil je precies gaan doen in die toepassing? En in welk context pas je dat toe? Dus dat is dan heel goed om te realiseren. Nou, als het dan gaat om dat syntactische niveau, ja, eigenlijk wat je op dat syntactische niveau doet, is kijken van, nou, als ik een database heb, dan heb ik allerlei metadata gedefinieerd en je gaat kijken of je in hoeverre je data, je echte data, voldoet aan je metadata. En die metadata is eigenlijk de data over je data. Hè? Bijvoorbeeld, stel dat je de leeftijd hebt, dan zou de domeinwaardes, hè, welke waardes het attribuut leeftijd kan aannemen, dat zou je als metadata kunnen definiëren. Hè? Dat we zeggen van, oké, we hebben hier de attribuut leeftijd en leeftijd mag alleen maar waardes tussen 12 en 99 aannemen. Nou, en op het moment dat 90 van de 100 mensen in je database aan dit constraint voldoen, dan zeg je dat die datakwaliteit met betrekking tot de attribuut leeftijd 90% is. Dus je gaat heel erg kijken aan welke en in hoeveel gevallen je voldoet aan die syntactische constraints die je hebt gedefinieerd. Nou, dit is op attribuutniveau. Je kan ook op database niveau kijken. Hè. Stel dat jij een database hebt over criminaliteit en je weet over mensen die criminaliteit hebben gepleegd, over verdachten. Dan weet je bijvoorbeeld uit de literatuur dat eigenlijk wie plegen al die delicten, dat zijn vooral jongvolwassenen. Dat zijn bijvoorbeeld mensen tussen de 18 en 24 jaar. Nou, stel dat jij een database hebt en je wil iets over de kwaliteit kunnen zeggen, dan zou je bijvoorbeeld kunnen gaan kijken, nou, zie ik die age crime curve terug. Hè? Is die verdeling inderdaad zodat de meeste mensen die in mijn database zitten die wel tussen de 18 en 24 jaar. Als dat zo is, nou, dan wil dat nog niet zeggen dat die kwaliteit prima op orde is, maar in elk geval heb je een indicator, nou ja, dat in elk geval dat iets zegt. Want als dat niet zo is, dan weet je één ding zeker, dat waarschijnlijk het met die kwaliteit niet zo goed gesteld is, want uit de literatuur weten wij, als wij die cijfers bij elkaar brengen, ja, dan zijn het jongvolwassenen die voornamelijk de meeste delicten plegen. En dat,
die curve moet je terugzien in je database. Dus op die manier kun je dus op elk veld kun je gaan kijken. Hè? En dit is dan bijvoorbeeld, dit is een bevinding uit de literatuur, uit de criminologische literatuur. Maar als je dus in allerlei andere velden gaat kijken, nou ja, dan zul je dit soort domeinkennisachtige dingen ook vinden. Want dit is een vorm van domeinkennis. En die domeinkennis die kun je benutten om die kwaliteit van je data te verbeteren. Dan heb je dat semantische niveau. En dat semantische niveau, ja, dat heeft eigenlijk ook weer heel erg te maken van, nou ja, iets kan syntactisch wel correct zijn. Hè. Het kan wel inderdaad zijn dat die leeftijd van een, iemand, een, van Dennis bijvoorbeeld, in dat systeem gedefinieerd is op 50 jaar. Dan is dat syntactisch correct en dan zeg je die kwaliteit is prima. Maar ja, Dennis is pas 30 jaar, dus het correspondeert niet. Is dat eigenlijk in de buurt, ben ik bang. Ja, nee, zo is het. Daarom is dat. Dus dan correspondeert dat niet met de werkelijkheid. Dus dat semantische niveau is heel erg bedoeld om te kijken van oké, hoe gaan we in elk geval onze kwaliteit van onze data zodanig op orde brengen dat we dicht bij de werkelijkheid zitten. En hoe dichter we bij de werkelijkheid zitten, hoe beter die kwaliteit van die data is. En een aantal van de mensen die ik net besproken heb, die zal dat natuurlijk daarbij helpen. Dat zijn die compleetheid en die timeliness. En met name die timeliness is natuurlijk heel belangrijk hierbij. Nou, en wat ik al zei, het probleem met die semantische definitie of de semantische niveau is, is natuurlijk omdat onze wereld heel erg snel verandert, ja, dan heb je heel vaak dat je die kwaliteit degradeert. En je moet eigenlijk een plan hebben of een strategie hebben van hoe je met die datakwaliteit degradatie omgaat. Hoe je dat een beetje hoe je daarmee omgaat. Dus dat je dat niet laat versloffen. Dat je niet denkt van ik heb het één keer goed gedaan, ik heb nu een hoge kwaliteit en dat zal blijvend zo zijn. Dat is dus niet zo, omdat die samenleving nou eenmaal heel veel verandert. Hè? En je ziet dat soms terug. Om een voorbeeld te geven, kijk, we hebben bij Binnenlandse Zaken had je een directie minderheden. En over dat directie minderheden werd heel erg veel geklaagd. Dus als jij bij het ministerie bent en je had de directie minderheden als directie, nou dan weet je wel dat het aantal klachten wel zal toenemen. Ja. En die ministerie is natuurlijk in de loop der tijd, die directie is in de loop der tijd veranderd van ministerie. Dat was ooit een ministerie van Binnenlandse Zaken, het is ook een ministerie van Justitie geweest en daar was ook een tijdje een directie bij FROM enzovoort. Nou, op het moment, als je die kennis niet hebt, dan zie je bijvoorbeeld dat van de ene dag op de andere dag bij een ministerie bijvoorbeeld het aantal klachten heel erg gedaald is. Dan kun je natuurlijk twee dingen doen. Je kunt zeggen mooi en je kunt die succes jezelf toerekenen door te zeggen, kijk eens, ik heb wel een promotie verdiend, want dankzij mij, sinds ik directeur-generaal ben, kijk eens, het aantal klachten heel erg gedaald is. Of je kunt dat gebruiken. Maar op het moment dat je die kennis hebt, dat het te maken heeft dat de directie minderheden verhuisd was van Justitie naar FROM, ja, dan snap je ook waarom die daling tot stand is gekomen. Maar die kennis moet je wel hebben, want als je die kennis niet hebt, als je dat soort kennis niet hebt, dan kun je de resultaten heel erg verkeerd gaan duiden. Ik heb ook wel eens een onderzoekje gedaan bij een, dat was toen, heet het nog niet autoriteit persoonsgegevens, maar de voorganger van die autoriteit persoonsgegevens. Daar moesten wij bijvoorbeeld onderzoeken van hoe de profiel van klagers en klachten in de loop der tijd was veranderd. In de loop van 25 jaar. Omdat dat een opdracht was van de Nationale Ombudsman. En die Nationale Ombudsman die bestond 25 jaar. En die wou weten van hoe de profiel van klagers en klachten veranderd waren in die loop der tijd. Nou, dan hadden wij ook een van de databases bijvoorbeeld gepakt van de autoriteit persoonsgegevens. En een van de dingen die ik daar zag, bijvoorbeeld dat er om 2000, 2001, een ontzettende piek was in het aantal klachten over IT. Dus dan zag je opeens dat heel erg toenemen.
En we dachten, hoe kan dat nou? Kijk, tussen 2000, 2001, 1999, 1998, er is wel iets veranderd in de IT. Maar toch ook weer niet zo gek veel dat het aantal klachten met 40% toenam. Met het aantal IT-gerelateerde klachten met 40% toenam. Dus dat vond ik vreemd. En dus dat legde je ook wel voor aan die AP. En eigenlijk kon niemand echt vertellen waardoor het nou kwam. Terwijl in het veld van de IT niet zoveel gebeurd was. Dus wat hebben we toen gedaan? We zijn in elk geval naar die dossiers gaan kijken. En toen, na een aantal dossiers bestudeerd te hebben, zagen we, dat was het Nina Brink effect. Die bubbel was geknapt. En omdat heel veel mensen veel geld verloren hadden, gingen ze dus allemaal brieven schrijven naar de AP. En we kwamen bijvoorbeeld Nina Brink de naam heel erg vaak voor. Dus dat soort dingen, dat helpt bij het verklaren. Dus als je dat soort, zeg maar, dat soort geheugen niet ergens vastlegt, dan kun je dus verkeerde duidingen hebben. En bijvoorbeeld wat je ook heel vaak ziet, hè, en in Nederland hebben we dat heel vaak, dat heel veel reorganisaties plaatsvinden van steden, hè, van gemeentes. En als jij bijvoorbeeld dat niet goed bijhoudt, dan kunnen bijvoorbeeld het aantal inwoners van gemeentes van de ene op de andere dag heel erg krimpen of stijgen. En de vraag is natuurlijk bij dit soort dingen, is van altijd van je hebt een verleden en je hebt het verleden en je hebt de huidige situatie. En wanneer moet je databases eigenlijk de waardes gaan veranderen? Want als je de waardes direct verandert, ja, dan verlies je informatie over het verleden. En als je dat niet goed archiveert en niet goed bewaart, ja, dan is het gevaar dat je die dingen niet goed kunt verklaren. En doe je dat niet, ja, dan ben je in strijd, dan gaat je datakwaliteit omlaag, omdat je niet in overeenstemming bent met de echte werkelijkheid. Dus vandaar dat ik zeg dat je echt een strategie moet hebben van wanneer je je database-waardes moet gaan updaten. Als er een verandering plaatsvindt in de samenleving of in de organisatie, ja, dan moet je heel erg goed nadenken, ga ik alle waardes direct updaten? Ga ik eerst de oude waardes ergens opslaan? Of ga ik dat geaggregeerd ergens opslaan? Of gaan we even wachten met updaten? Maar er moet een strategie achter zitten. Want als er geen strategie achter zit, ja, dan raak je in de war. Nou, en als je bijvoorbeeld kijkt naar die datakwaliteit, nou, dan heb je bijvoorbeeld allerlei domeinkennis die je kan helpen om die de kwaliteit te verbeteren. Je kunt bijvoorbeeld allerlei afhankelijkheden gebruiken. En dat zijn bijvoorbeeld de kwantitatieve afhankelijkheden die je kunt gebruiken. Je kunt allerlei eigenschappen van het veld gebruiken om die kwaliteit te verbeteren. Om een voorbeeld te geven. Stel dat je een database hebt waarbij je zowel plichtdatum als de datum opslaat. De plichtdatum van een delict. Een plichtdatum van een delict opslaat. En een opslaat bijvoorbeeld wanneer iemand een delict heeft aangegeven. Ja, stel dat je die databases hebt. Nou, wat je uit de praktijk weet, als ergens iets plaatsvindt, een inbraak of zo, als dat plaatsgevonden heeft, dan gaan de meeste mensen dezelfde dag naar de politie om aan te geven dat die inbraak heeft plaatsgevonden. Snap je? En dezelfde dag wordt procesverbaal aangemaakt. Dus als je bijvoorbeeld een database hebt waarbij een van die attributen ontbreekt, maar dat andere waarde is er wel. Bijvoorbeeld stel dat we niet weten wanneer die pleegdatum is van het delict. Als we dat niet weten, maar we weten wel wanneer er aangifte gedaan wordt. Nou ja, dan weet je dat in 90% van de gevallen, als je de pleegdatum vervangt door de datum van aangifte, dat je goed zit. Dus dat is een manier om ook je datakwaliteit te verbeteren. Dus gewoon gebruik maken van dit soort kwantitatieve afhankelijkheden. Dat hoeft niet waar te zijn. Alleen bij analyse van die data's blijkt dat die kwantitatieve afhankelijkheid wel geldt. Dat in 90% van de gevallen dat de pleegdatum van delict hetzelfde is als de datum van wanneer een aangifte is gedaan over de criminele. Dus dat soort dingen. Jouw presentatie is niet meer gedeeld. Niet meer?
gedeeld. We zien hem niet meer in het scherm. In ieder geval ik niet. Ik denk anderen ook niet. Dan is er wat misgegaan, want ik zag jullie net allemaal ook niet. Dus nu weer wel? Ja, ik denk dat hij verschijnt. Ja. Dankjewel. Oké. Okay. Dus even kijken. Ja, je ziet hem nu wel? Jullie zien hem nu wel? Oké, ja. Nou, dus je kunt gebruik maken van die afhankelijkheden die in een veld is. En bijvoorbeeld een andere afhankelijkheid is, als wij bijvoorbeeld in de justitieketen kijken, in de strafrechtketen, nou ja, dan is dat ook een keten. Hè. Je hebt de politie, het openbare ministerie, die rechtbanken enzovoort. En de gevangenissen, de tenuitvoerleggingorganisaties. En wat je bijvoorbeeld ook weet, nou ja, er kunnen bijvoorbeeld nooit meer mensen in een gevangenis zijn dan het aantal mensen die door rechters zijn veroordeeld. Hè? Want het zou gek zijn als er meer mensen, dus als dat in je systemen komt, dan weet je ook dat er iets niet gek is. Sterker nog, je verwacht dat het aantal mensen in de gevangenissen iets minder zal zijn dan het aantal mensen die veroordeeld zijn door de rechters. Want sommige mensen die kunnen zoek raken of mensen kunnen overlijden, maar in elk geval niet meer mensen. Dus als je dat soort dingen in je systemen ziet, nou ja, dan weet je dat er iets te doen valt aan de kwaliteit van je data. Nou, waar je ook gebruik kunt maken is natuurlijk allerlei kwalitatieve afhankelijkheden die gelden. En ja, die kwalitatieve afhankelijkheden, ja, dat is toch altijd mensenwerk. Die kun je niet altijd automatiseren. Stel een voorbeeld te geven. Stel dat de politie dit jaar zegt van het aantal verdachten, ik noem maar wat, 10.000 is. Het aantal verdachten vorig jaar was 10.100. En opeens voor volgend jaar kwam de politie met, nou ja, het aantal verdachten is opeens 12.000, 13.000. Dan kun je ook bedenken van kijk, als in die maatschappij niet heel veel veranderd is, als we even corona buiten beschouwing laten, want dit is misschien niet zo'n goed voorbeeld omdat we nu corona hebben, maar stel als we corona buiten beschouwing laten, als er in de samenleving niet veel veranderd is en er is ook niet veel veranderd aan de werkwijze van de politie en ook niet in die registratiesystemen, ja, dan is bijvoorbeeld van 10.000 naar 12.000, 13.000 wel een hele grote sprong. En dat roept ook vragen op van oké, misschien moeten we dat toch nagaan waar dat vandaan komt. En dat kan ook aanknopingspunten bieden om te kijken, misschien zit er met de kwaliteit van die data iets niet goed en moet ik daar iets aan gaan sleutelen. Dus dat soort kwalitatieve afhankelijkheden die kun je ook uitbuiten om je datakwaliteit te verbeteren. Dus dat zijn niet alleen maar die kwantitatieve, maar ook die kwalitatieve afhankelijkheden. Nou, en aan de waar je ook natuurlijk kunt gebruik maken, is redundantie. Kijk, tot nu toe, in de theorie, zeggen wij altijd dat redundantie alleen maar de bron van ellende is. Hè? Want redundantie kan alleen maar leiden tot inconsistentie. Hè? Het liefste is dat je maar één keer ergens iets opslaat. Dan ben je tenminste consistent. Want als je op twee plaatsen de woonplaats van iemand opslaat en iemand verhuist. En als je dat niet in allebei de systemen update, dan kan je inconsistentie krijgen. Dus redundantie, dat wil je eigenlijk niet. Maar aan de andere kant, redundantie kan ook helpen om je datakwaliteit te verbeteren. Als jij weet bijvoorbeeld dat in twee systemen dezelfde attributen zijn opgeslagen, dan kun je ook zeggen van luister, we kunnen die attributen goed bestuderen en we kunnen kijken hoe die overlappende verzamelingen die kwaliteit van die data kan verbeteren. He, om een voorbeeld te noemen, stel, kijk, in de vreemdelingenketen, kijk, als de politie een vreemdeling aanhoudt, dan moet hij altijd vragen, wat is uw nationaliteit? Nou, dan dien je dat ook te registreren, dat in de politiesystemen, dan registreren ze de nationaliteit van iemand. Nou, we weten uit de praktijk dat daar niet altijd de waarheid wordt gesproken. Dus als je dan in een ander systeem ook de nationaliteit hebt en die is die hebben we bijvoorbeeld vastgesteld op basis van documenten, ja, dan kun je die twee datasets met elkaar confronteren en dan kun je bijvoorbeeld ontdekken van kijk eens, die nationaliteit van die persoon die bij de politie opgeslagen is, is niet correct, omdat we eigenlijk allerlei andere evidenties hebben dat het eigenlijk waarschijnlijk gelogen is, want er wordt niet altijd
het juiste antwoord gegeven. Maar een ander voorbeeld die we heel vaak gebruiken. Als we bijvoorbeeld in twee systemen twee adressen van iemand vinden. Nou, dan is het eigenlijk in de meeste gevallen dat het laatste adres, het laatste ingevoerde adres het juiste is. Dus dan kun je ook daar van die kennis gebruik maken door te zeggen van, nou ja, dat oude adres, dat haal ik weg en dan kan ik die nieuwe erin voegen. Dus redundantie hoeft niet altijd ellende te zijn. Je kunt hem ook inderdaad gebruiken om het allemaal om je kwaliteit van je data te verhogen. Nou, wat je ziet op het semantische niveau, kun je dus allerlei clusters van regels bedenken. En die regels kun je gebruiken om redundantie uit te buiten, om een missing velden in te vullen. Je kunt regels bedenken om die missing velden in te vullen, hoe je met semantische veranderingen omgaat, enzovoort. Dus regels hoe je afhankelijkheden gaat uitbuiten, enzovoort. Dus als je er goed naar je eigen vakgebied kijkt en je kijkt naar die domeinkennis, dan zul je zien dat je een heleboel verzameling van regeltjes kunt bedenken. En je kunt zeggen, deze groep van regels die kan ik gebruiken om bijvoorbeeld om te gaan met redundantie. Deze groep van regels die kan ik gebruiken om om te gaan met een nul values. Hè? Hoe je die nul values, die waarde kunt vervangen door echte waarden. Want nou ja, wat ik al zei, of ik weet niet of ik dat zei, maar ik zeg het nu, want zo'n nul value, die kan in de literatuur is vastgesteld dat die meer dan 50 betekenis kan hebben. Als je iets niet invult, kan het zijn dat je het niet weet, dat het niet gedefinieerd is, dat het nog ingevuld moet worden enzovoort. Dus je kunt 50 verschillende betekenissen aan toekennen. Dus is het prettiger als je dat technieken hebt om dat liever wel in te vullen. Nou, daar kun je dus die domeinkennis voor gebruiken. Alleen de vraag is, hoe kom je aan die domeinkennis? Nou, die domeinkennis, daar kun je aan komen door allerlei elicitatietechnieken te gebruiken. En wat zijn die elicitatietechnieken? Nou, eentje heb ik geïllustreerd. Je kunt bijvoorbeeld de literatuur bestuderen. We hebben die age-crime-curve gezien. Dat uit de literatuur blijkt dat er zo'n wetmatigheid geldt. Nou, uit de literatuur kun je in elk geval heel veel van dit soort domeinkennis halen. En daarvan kun je kijken hoe je dat kunt implementeren. Je kunt ook bijvoorbeeld interviews houden. Want in een organisatie zijn er heel veel mensen die heel veel weten, alleen dat kennis die is gewoon impliciet aanwezig bij die mensen. Toen ik bij het WODC kwam, dat was in 2005. En toen had ik heel veel medewerkers zitten en die wisten heel veel van die databases. Heel veel van hoe die systemen werken. Maar het waren wel allemaal impliciete kennis. Op het moment dat je ze vroeg, dan kwam het eruit. En op het moment dat je het doorvroeg, dan kwam het eruit. Maar anders niet. Dus het is een hele kunst om die impliciete kennis expliciet te maken. En als je het expliciet gemaakt hebt, dan kun je het in systemen implementeren. Dus om een manier om die kennis, om die domeinkennis boven water te krijgen, is natuurlijk het doen van interviews. Maar ook bijvoorbeeld protocolanalyse. En bij een protocolanalyse geef je eigenlijk zo'n medewerker of zo'n expert, geef je een casus en die vraag je van los die casus op, maar doe dat hardop. Want op het moment dat hij het hardop doet, dan zie je hoe hij dat doet en van welke domeinkennis, van welke vuistregels hij gebruik maakt om iets op te lossen. En dat moet je dan allemaal verzamelen en als je dat verzameld hebt, ja, dan moet je kijken van hoe je dat gaat representeren. Dus hoe krijg je die domeinkennis? Ja, door misschien elicitatietechnieken toe te passen, interviews, protocolanalyse, maar ook de literatuur te bestuderen. Maar ook bijvoorbeeld data mining technieken en statistiek kan je ook helpen om allerlei kwantitatieve afhankelijkheden te vinden, correlaties te vinden. En die correlaties en die kwantitatieve afhankelijkheden die kun je ook gebruiken om bijvoorbeeld je datakwaliteit te verbeteren. Nou, als je die domeinkennis hebt, ja, dan zal je die op een of andere manier moeten gaan representeren. En hoe doe je die representatie? Ja, daar zijn natuurlijk tegenwoordig heel veel technieken voor. Maar je kan dat niet lukraak doen. Dus je zal iets moeten nadenken van, oké, hoe vorm ik groepen van regels? En als ik die groepen van regels heb, hoe ga ik dat implementeren? Nou ja, dan kan je natuurlijk de hele klassieke if-then technieken toepassen. Hier is een voorbeeld gegeven. Dat is gewoon een if-then techniek. Als de pleegdatum onbekend is,
maar de datum van aangifte wel bekend is. Nou, vervang de pleegdatum door de datum van aangifte. Zo niet, dan genereer een alert. Dus je kunt in elk geval al dit soort techniekjes gebruiken om te zeggen van, nou ja, we moeten dat in onze systemen brengen. Dus de stap is inderdaad van die domeinkennis verzamelen, die domeinkennis expliciet maken, dan nadenken van hoe je die domeinkennis kunt representeren, formaliseren en dan het implementeren in systemen. En hoe je dat precies doet, dat implementeren in systemen en welke formalisme je gebruikt, dat is heel erg afhankelijk van de domeinkennis die je krijgt. Als het hele simpele zijn, nou ja, dan kan dat met de klassieke if-then-technieken. Maar je kunt je ook voorstellen dat die domeinkennis iets geavanceerder is. Ja, dan zou je weer van die geavanceerde representatietechnieken moeten gebruiken om dat goed te representeren. Nou, samenvattend, het is ook alweer 5:30, zie ik. Wat we gezien hebben, dat datakwaliteit een hele veelomvattend begrip is. Welke mate van subjectiviteit in zich heeft, tijd en ook contextafhankelijk is. En ik hoop dat ik over het voetlicht heb weten te brengen dat er wel winst te behalen valt door die domeinkennis uit te buiten, te benutten. Door te zeggen, van ik kan die kwaliteit in elk geval verhogen door domeinkennis zoveel mogelijk te benutten en uit te buiten. En hoe je dat precies doet, dat is heel erg ook applicatieafhankelijk. En als je die domeinkennis hebt, dat je die eigenlijk in systemen moet inbrengen. En het goede nieuws is, als je al die effort erin gestopt hebt, dan heb je waarschijnlijk een betere datakwaliteit. En als je resultaten krijgt, dan kan je die beter duiden. Maar een ander groot voordeel is dat je ook aan kennismanagement hebt gedaan. Hè? Je hebt je kennis geborgd. Dus het is ook een vorm van kennismanagement. Dus dat krijg je dan cadeau bij het aanpakken van datakwaliteit op deze manier. Hierbij wil ik het laten. Dennis, geef ik het woord aan jou. Ja, dankjewel Sunil. Ik zie een aantal vragen in de chat. Ook een aantal bedankjes omdat mensen inmiddels moesten afhaken. Even kijken hoor. Er is eigenlijk één belangrijke vraag hier. En die ligt denk ik dicht aan tegen wat je net vertelde. Die is van Henry. Kan kunstmatige intelligentie ons helpen met het verhogen van de datakwaliteit? Ja, zeker. Kijk, het is natuurlijk hoe je kunstmatige intelligentie definieert. Maar kunstmatige intelligentie is natuurlijk ook zo langzamerhand een hele containerbegrip. Die omvat heel veel dingen. Maar bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie, bijvoorbeeld hoe je kennis representeert. Dat is natuurlijk ook een vakgebied binnen kunstmatige intelligentie. En die kun je natuurlijk hier heel goed bij gebruiken. Maar ook bijvoorbeeld het modelleren van onzekerheid en een incompleetheid. Dat is natuurlijk ook een vakgebied binnen kunstmatige intelligentie. En die kan hierbij ook helpen. Om een voorbeeld te noemen, het kan best zo zijn dat je in jouw domeingebied hebt, zeg van in 80% van de gevallen, als dit optreedt, dan doen we dat. Nou, die 80% dat is natuurlijk onzekerheid. En hoe je dat modelleert, daar kan natuurlijk kunstmatige intelligentie heel erg bij helpen om dit soort dingen te representeren. Dus AI in zijn algemeenheid, die zorgt wel voor veel ellende in de zin dat de resultaten complex worden, dat we soms niet meer weten hoe die aan iets gekomen is, maar het heeft ook natuurlijk zijn voordelen. Ja. Inmiddels kijken we tegen je webpagina aan trouwens van de NS, Sunil. Even ter informatie, als je dingen op het scherm hebt die je niet wilt delen, dan... ja, ik zie het ook, ja. Even kijken. Oké. Ik zie hier nog een vraag van Rogier. Overigens mogen wat mij betreft ook de vragen nu gewoon live hier gesteld worden, hoor. Dus Rogier, misschien wil je je vraag even direct aan Sunil stellen. Ja, ik vind dat wat ik net hoorde en ook dat voorbeeld van die criminaliteit ten opzichte van die leeftijd. En het scoren ten opzichte van domeinkennis. Wel interessant om over na te denken. Maar ik kan me ook voorstellen dat... Ja, helemaal als je scoort ten opzichte van geaggregeerde data, dat je last kan krijgen van het statistische verschijnsel Simpsons paradox, wat inhoudt dat je bepaalde patronen hebt op een gedetailleerd niveau en die op een geaggregeerd niveau
heel erg anders zijn. En als in hoe dat is, met welk detailniveau leg je die domeinkennis vast en hoe scoor je dat ten opzichte van? Dat is meer gevaar dat ik potentieel zie. Ja, ik zie nu allemaal gekke dingen op mijn scherm, maar dat ben ik niet, denk ik, hè, Dennis? Goeie vraag. Ik ben het zelf ook niet. Ja, ik weet niet wie het wel is, wie zijn scherm heeft gedeeld, maar dat is wel bijzonder inderdaad. Ja, want volgens mij deel ik mijn scherm nu niet meer. Nee. Over datakwaliteit gesproken. Welke data zien we hier voorbij komen? Ja, en even terug op die. Het zijn allemaal indicatoren. Kijk, die age crime curve, want daar ging het over natuurlijk. Kijk, dan toets je die kwaliteit op een heel hoog geaggregeerd niveau. Precies. Dat is het. Maar als jij bijvoorbeeld een. Als je voldoet aan die curve, wil dat nog niet zo gek veel zeggen over je datakwaliteit. Maar als je er niet aan voldoet. Dan is het dat, dus op die manier moet je dat soort dingen gaan gebruiken, denk ik. Ik weet niet of dat je vraag was, maar ik werd even afgeleid door die schermen, dus ik had de vraag half gehoord. Nou ja, ik stel eerder bijvoorbeeld de vraag, of tenminste de opmerking. Ik kan me voorstellen, als je bijvoorbeeld over witte bordencriminaliteit hebt, dat die verdeling in die age curve totaal anders is. Dat een zo'n andere subpopulatie is. Die niet voldoet aan die geaggregeerde trend of zo. Ja, nee, maar dat is waar. Ja. En dan zal je. Ja, maar dat is waar. Maar dit is in zijn algemeenheid wat geldt. En als je inderdaad zegt van luister, ik heb allerlei subpopulaties. Dan zou je inderdaad moeten zeggen van voor die subpopulaties. Dan zou ik meer geavanceerde domeinkennis moeten gaan gebruiken. En wetende dat dit dan niet geldt. En bovendien is die age crime curve natuurlijk ook niet helemaal statisch. Het verandert wel in de loop der tijd. En misschien voor. Dus in die zin is dat een goed punt om te zeggen van oké, je kunt, maar dit is eigenlijk hetzelfde, maar je kunt het heel erg gaan toepassen ook op deelpopulaties. Ja, nee, dat is een goed punt. Ja. Dank je. Oké. Zijn er bij jullie nog andere vragen? We zijn nog met een mooi gezelschap, dus ik kan me voorstellen dat er nog wat informatie gewenst is. Wat ik misschien even tussendoor, Sunil, waar ik wel benieuwd naar ben, de inspanning die je doet om deze data die ook bij jou in je systemen, om die actueel en goed te houden. Hoeveel inspanning verricht je daarop? Hoezeer is dat, misschien niet direct jouw dagelijks werk, maar wel van collega's binnen jouw organisatie? Ja, ik denk dat ook een goede vraag is, de afweging die je moet maken. Want kijk, het op peil houden van je kwaliteit kost natuurlijk wat. En je kunt er eindeloos misschien mee doorgaan. Maar ergens zal je ook de afweging moeten maken van wat stop ik erin? En wat komt eruit? Wat heb ik eraan? Dus die afweging, die trade-off, moet je heel erg gaan maken. En dat hangt ook heel erg af van de applicatie die je wil gaan doen. Hè. Bepaalde applicaties zijn zo cruciaal, waarbij je zegt van die kwaliteit van die data is echt heel erg belangrijk. Weer andere, zeg je, we kunnen ermee leven als het wat minder is. Er gaan geen mensen overboord of zo. Dus ik denk dat wel allemaal afwegingen zijn die je wel moet maken. En verder is het niet erg hoor. Kijk, ik zeg ook niet, het is niet erg dat die kwaliteit niet helemaal op orde is. Als je het maar weet. Want als dan als de uitkomst is, je hebt een systeem, je stopt erin en er is een uitkomst. En als je maar weet dat die kwaliteit die je gebruikt hebt van die data maar 60% was. Snap je? Dus het gaat er in dit project, omdat ik niet zeg dat u moet streven naar 100% datakwaliteit of zo. Nee, het gaat erom van dat je kennis en inzicht hebt in die kwaliteit van die data. Ook al is die slecht, maar dat je dat inzicht hebt om de eindresultaten zo adequaat mogelijk te kunnen duiden. Dat is het doel. Daarom zou je het moeten doen. Duidelijk. Dankjewel. Ik zie dat Hans een hand heeft opgestoken. Ja.
Ik had een vraag. Introduceer je niet nieuwe kwaliteitsproblemen als je lege velden vervangt met een inhoud, met een value die beredeneerd is, maar voor 80% klopt, zoals in het voorbeeld? Ja, nou ja, kijk, maak je data daar nog slechter mee. Bovendien kun je ook een andere onderzoeksvraag niet meer stellen, namelijk hoeveel tijd zit er tussen een delictdatum en een aangiftedatum? Ja. Ja, nee, kijk, dat is natuurlijk wel een van de dingen. Is, kijk, dus op het moment dat je zegt van ik vul een veld in, ik vul hem niet als nul value, maar ik vul een veld in en daarvan weet ik niet precies wat waar is. Maar stel dat je een inschatting maakt dat die voor 80% best wel waar kan zijn, dan introduceer je natuurlijk een zekere mate van onzekerheid in. En, ja, maar er is ook fouten, toch? Niet alleen onzekerheid, maar toch ook fouten in de data. Mogelijke fouten in de data. In 20% van de gevallen zal je ernaast zitten. Dat bedoel je. Precies, ja. 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 En dan zal je dus... Is een nulwaarde een slechtere waarde dan een foute waarde? Nou ja, kijk, dat is ook een applicatie afhankelijk. Maar in elk geval wat je met nulwaardes hebt, met het voorbeeld dat ik net gaf, dat je met die nulwaardes natuurlijk wel heel veel allerlei conclusies kunt trekken die niet gelden. En op het moment dat die ingevuld is met de waarden, dan weet je in elk geval dat je dat hebt ingevuld, maar dat je niet helemaal zeker weet of die waarde waar is. Kijk, voor 80% weet je het zeker, maar voor 20% weet je het niet zeker. En je weet in elk geval veel meer daarover. En bij een nulwaarde weet je totaal niks. Dus nee, ik zeg niet dat je dat altijd terug moet dringen, maar je moet wel dat inzicht hebben. Ja, maar op het moment dat je een delictdatum gewoon invult, omdat je hem weet, dan is die 100% zeker en niet 80% zeker. Ja. Met andere woorden, hoe weet je nou of je een 100% of een 80% zekerheid moet aannemen bij een ingevulde delictdatum? Ja, kijk, als je dat soort dingen gaat toepassen, als je dat soort substituties gaat toepassen, dan zou je dat soort dingen ook bij moeten houden. Dus, en er zijn technieken, bijvoorbeeld die redeneren met onzekerheid, die met onzekerheid omgaan, die in elk geval iets van een assessment aangeven van in hoeverre is die waarde die geschat is, in hoeverre is die waar en in hoeverre is die niet waar. Okay. Snap je? Dus dat kun je dan doen. En in sommige gevallen ben ik het ook met je eens dat je zegt van luister, misschien maakt het wel voor mij applicaties veel complexer. Ik laat die nulwaarde staan. Als je maar bewust van bent dat die nulwaarde er is. En als je maar bewust van bent hoe een systeem met die nulwaarde omgaat. Ja. Hoe een database management systeem met die nulwaarde omgaat. Als die bewustzijn er is, dat inzicht, dan is het niet zo'n groot probleem. Want met het voorbeeld die ik gaf. Ja, dan hoef je, als mensen zeggen er zit een fout in de software of die ene persoon is gevlucht. Ja, dan kun je dat direct van repliek voorzien en zeggen van het heeft met die nulwaarde te maken. Kijk daar. Want ik weet dat die systeem die database constructie toepast. Nou ja, ik kreeg een beetje het gevoel dat als je het over datakwaliteit hebt, dat je die door softwarematige ingrepen, als ik hem even zo noemen, de datakwaliteit verandert, maar dan verander je die kwaliteit niet omdat de data niet kwalitatief goed is, maar omdat de softwarematige ingreep niet helemaal goed is. Ja, nee, maar daar moet je dus alert op zijn. Kijk, dat zeg ik, je moet inderdaad heel erg met die domeinkennis, kijk, en die domeinkennis moet je valideren. Kijk, als jij dat soort dingen weet, dan kun je dat benutten. Maar op het moment als die domeinkennis in elk geval niet... als je dat niet goed representeert en je niet goed kunt omgaan met die onzekerheid, dat ik vul dit waarde wel in, maar het is misschien maar waar voor in 80% van de gevallen, in 20% van de gevallen is het niet waar, dan zit ik in 20% van de gevallen allerlei fouten te introduceren, maar als die 80% loopt, dan, snap je? Ja, en voor die applicatie loont het, dan is het om het te overwegen om het wel te doen. Ja, oké, okay, ja. Dankjewel. Dan had ik nog een andere vraag en dat is, je had het over, sorry. Ja. Mag niet?
Ja, ik zou graag ook even tussendoor komen. Oh, ga je gaan. Ik zou namelijk even iets willen vragen over het organiseren van datakwaliteit. We hebben het nou heel even gehad over het fenomeen. Maar een vraag, ik ben benieuwd naar je ervaring. Als die datakwaliteit nou, en dan hebben we het over kwaliteit aan de bron, hè? Want daar ligt vaak veel oorzaak. Hoe zou je dat kunnen organiseren? Wat zie je bijvoorbeeld als rol daarin van de proceseigenaar? Wat zie je als rol van de applicatie-eigenaar? Ja, dat is een hele goede vraag. Waar er nu wat ontwikkelingen in gaande is. Kijk, inderdaad wat er gebeurt. Je hebt een bron. En vervolgens wordt die bron aan allerlei partners verdeeld. En iedereen gebruikt het. Tenminste, dat zie je voor allerlei doeleinden. En wat je nu ziet is dat die datakwaliteit eigenlijk door de inwerking treden van de AVG en het anonimiseren en wanneer je data veilig moet delen, een complexe bezigheid is geworden. Dus wat je ziet ontstaan is allerlei, of in de literatuur nog, maar je ziet het een beetje ontstaan, is dat men veel meer gaat naar een data-ecosysteem. Dat je zegt, je moet met elkaar die data governance goed gaan regelen. Dat je zegt van als jij een bron bent en je hebt een aantal gebruikers. Dan zie je van oké, dat moeten we met elkaar goed gaan regelen. Van wie is verantwoordelijk voor de kwaliteit van die data. Wie gebruikt het allemaal. Als er iets verandert moet ik alle gebruikers daarover inlichten. Verder ook nog van maar welke data mag ik met elkaar gaan delen? Hoe moet ik dat? Wat moet ik anonimiseren? Dus je ziet een soort van een ecosysteem op dat gebied. Ja, maar mijn vraag was eigenlijk concreter. Hè? Wat zie je daarvoor bijvoorbeeld bij de rol van applicatie-eigenaar en de rol van proces-eigenaar? Kun je dat wat meer toelichten? Want bedoel je, wie is verantwoordelijk voor die kwaliteit? Moet dat de applicatie? Ja, wie is verantwoordelijk of wie hoort daar gewoon dingen te organiseren? Ik noem een voorbeeld. In mijn interim werk heb ik net een jaar in een zorginstelling. Liep ik tegen het vraagstuk aan dat de vastlegging in het elektronische cliëntendossier eigenlijk niet op orde was. Men hanteerde toch wat ruime definities van wat de bedoeling was van de velden. Daar ging redelijk goed totdat men aan de andere kant allerlei overzichten ging maken. Die leidden tot, en daar gaf je in het begin al een voorbeeld van, tot allerlei discussies over wat is hier nou gebeurd en wat is er niet gebeurd. Nou, dat blijft doorgaan zolang er zo'n onbegrip is over het feit van wat leg ik nou aan de bron vast en hoe regel ik dat we daar allemaal dezelfde kwaliteitsstandaard houden en het gebruik van de data in allerlei statistische overzichten. Dat waren dan overzichten om te kijken hoe stond het met de zorgverlening, met de productiviteit en dat soort dingen en met de financiën. Dat was een hele klus om dat georganiseerd te krijgen. En ik ben eigenlijk benieuwd naar jouw perspectief daarop. Ja, nou ja, kijk, en hoe komt die bron tot stand? Dat is, kijk, en wie is er verantwoordelijk voor? Kijk, dat is volgens mij, wie er verantwoordelijk is altijd een lastige. Maar kijk, degene die de database ontwerpt, die heeft natuurlijk altijd, die gaat natuurlijk met allemaal mensen praten. Voor veel organisaties geldt dat ze tegenwoordig kopen, dat ze niet meer zelf. Dus dat hele ontwerp enzovoort, dat is een kant en klaar. De zaak is invoeren en goed gebruiken. Ik denk, maar ook daarbij geldt, het is natuurlijk voor de organisatie die data heeft, die het gaat verkopen, die zal natuurlijk ook iets van moeten hebben van wat is de informatiebehoefte van de mensen waar ik het aan verkoop? En die moet natuurlijk zeggen van oké, ik wil een groep mensen bedienen of ik wil een aantal andere organisaties bedienen. En die organisaties die ik wil bedienen, daar zal ik toch eerst zicht moeten hebben wat hun informatiebehoefte is. En op basis van die informatiebehoefte zal je je data bij elkaar moeten brengen. Of het ontwerpen of bij elkaar moeten vegen, wat wij heel vaak doen. Want wij zijn ook natuurlijk als onderzoeksinstituut nooit een bron. Wij
creëren data nooit zelf. Wij ontvangen data van de politie, van het OM, van de rechtbanken. Maar het is aan hun natuurlijk. Kijk, iedere organisatie zal in eerste instantie zijn of haar eigen informatiebehoefte in kaart brengen. En die zal die data verzamelen van zijn of haar eigen, om in zijn of haar eigen behoefte te voorzien. Ja. En daarnaast kan je zeggen van oké, er zijn ook een aantal partners die voor ons heel belangrijk zijn. En wij als partner kunnen ook daar naartoe en zeggen van luister, wij gebruiken heel veel van onze data. En ik begrijp wel dat je aan die data, dat niet direct jouw primaire informatiebehoefte is. Maar het is wel onze primaire informatiebehoefte en jullie kunnen die verzamelen. En jullie hebben er ook belang bij. Want wij rapporteren ook over jullie organisatie. Dus het is misschien ook een idee dat je voor ons die informatie bij elkaar brengt. Ja. En dat bedoelde ik met die data-ecosysteem. Hè? Dat je in elk geval veel meer met elkaar gaat kijken van niet als organisatie, dit is alleen mijn informatiebehoefte en dat ga ik alleen maar die data bij elkaar brengen. Nee, dat je ook wat verder kijkt. Maar luister, maar die andere organisatie, die maakt gebruik van die data en die rapporteert ook over mij. Misschien is het handig dat ik zorg dat ik ook die data die niet direct van belang is voor mijn primaire processen, maar dat ik daar toch ook tijd aan besteed om dat goed op orde te brengen. Immers, dat wordt straks gebruikt om ook mijn organisatie erop af te rekenen. Dus dat bedoel, dat is dan op die manier zie je dat soort samenwerkingsverbanden ontstaan. Ja, ik denk dat aanvullend op daarop, Sunil, ik denk dat je dan met name kunt hebben over welke eisen zijn er dan aan die afnemende kant. En kun je samen gaan kijken of je dat kan organiseren. Ja. Want die mismatch tussen wat gaat er in aan de bronkant. De voorbeelden die je noemt zijn denk ik zeer relevant. Maar mensen die zich met dat proces bezighouden weten vaak niet wat er met de data uiteindelijk aan de afnemende kant of aan de rapportagekant vervolgens gebeurt. En als er wordt gesteld van ja, maar we hebben dit nodig. En die invoerder zegt, ja, maar ik weet het gewoon niet. En je dwingt af dat er iets wordt ingevoerd. Dan krijg je zoiets van, ja, dan worden er fake nummers ingevoerd. Of er worden twee spaties ingetoetst. Dat is ook niet wat je wil. Maar ja, daar moet je het wel met elkaar over hebben, inderdaad. Ja, en bijvoorbeeld wat je ook heel vaak ziet, is inderdaad dat de semantiek van die data ook nooit altijd helder is. Snap je? Dat is ook één wat je heel helder met elkaar moet vaststellen. Maar wat is nou de precieze semantiek, precieze betekenis van dat veld? Precies, ja. Gaaf. Het is inmiddels bijna 6 uur geworden. Ik wil er toch, ja, gezien de tijd, gezien de energie die Sunil en wij er met z'n allen natuurlijk ook in gestopt hebben, toch een eind aan gaan maken aan deze sessie, als jullie het goed vinden. In ieder geval geeft het heel veel stof tot nadenken. Datakwaliteit leeft, dat is wel duidelijk. Nou gaan we volgende maand ook nog een keer hebben over datakwaliteit en dan het testen van datakwaliteit. Dus hou de agenda even in de gaten. Hij staat al in voor 22 juni. Dus jullie zijn weer van harte welkom om daarbij aanwezig te zijn. En vanaf deze plek wil ik Sunil ontzettend hartelijk bedanken voor je bijdrage. Voor het delen van je kennis, van je ervaringen. Dus onwijs gaaf dat je hier was en wilde spreken. Dank je wel daarvoor. Graag gedaan. Top. En